Hi, het is Tim hier. En in deze video wil ik met je over gevoelens praten. Ja, niet mijn eigen gevoelens natuurlijk, want ik ben een man, maar gevoelens in het algemeen. En in het specifiek, ik wil je 3 tips geven voor hoe je het beste om kan gaan met mannen en hun gevoelens. En je iets meer uitleggen hoe gevoelens bij mannen werken. Want er zit nog wel eens een verschil tussen hoe dat werkt bij mannen in vergelijking met hoe dat werkt bij vrouwen. En de eerste tip, die gaat er precies daarover. Van probeer alsjeblieft niet in te schatten wat zijn gevoelens zijn. En dit is een van de grootste gevaren, dit is een van de manieren die vrouwen hebben ontwikkeld om zichzelf helemaal gek te maken. En dat is proberen om de gevoelens van een man in te schatten. Om dingen voor hem in te vullen. Oh, als hij dit doet, dan betekent het waarschijnlijk dat hij mij niet leuk vindt. Of oh, als hij dat doet, dan betekent het waarschijnlijk dat hij het gewoon niet geïnteresseerd is. Van, hij vergeet de verjaardag van mijn moeder en dat wordt dan een soort van ingevuld. Is van, oh, dus hij vindt de verjaardag van mijn moeder niet belangrijk. Dus hij vindt mijn moeder niet belangrijk. En als hij een goede relatie met mijn moeder niet belangrijk vindt, dan vindt hij dus blijkbaar een goede relatie met mij niet belangrijk. En dan 3 maanden later krijg ik een e-mailtje van een vrouw die zegt, ik denk dat hij niet meer verder met me wil. En dan komt er echt zo'n verhaal waarbij het echt zo stap voor stap wordt uitgelegd. En dan wordt ook uitgelegd van oké, okay, en hij was daarnaast ook nog iets anders vergeten. En hij was ook al een keer de verjaardag van mijn zusje vergeten. Dus dat zegt al wel iets van hoeveel waarde hij hecht aan mijn familie. En ik hecht heel veel waarde aan mijn familie. En je kan zeg maar zien dat als je zo in gaat vullen wat er gebeurt, terwijl je in werkelijkheid gewoon een vergeetachtige vriend hebt, dat er altijd problemen van komen. En heel veel van dat soort problemen ontstaan, dat de ene persoon denkt dat de ander net zo is of dat zij dat is. Want jij denkt misschien wel bijvoorbeeld, Oké, als ik mij zo zou voelen, dan zou ik mij op deze manier gedragen. Dus als hij zich op deze manier gedraagt, dan zou hij zich zo voelen. Maar dat is een volstrekt onlogische redenering die je gegarandeerd in de problemen brengt. Zeker als je begrijpt, als je te maken hebt met een man en een vrouw, omdat die allebei heel anders omgaan met gevoelens. Ik zal je een heel typisch voorbeeld geven. Is als een man zich ergens druk over maakt, als een man ergens bezorgd over is, dan wordt hij stil. Dan praat hij er niet over, dan gaat hij zichzelf nadenken. Dan denkt hij, oké, ik moet dit op een of andere manier oplossen. Hij vindt van zichzelf van, hé, als man is het mijn taak om dit probleem nu op te lossen. Ik moet dit nu gaan regelen. En daardoor blijft hij stil en gaat hij pas praten als hij een oplossing heeft gevonden. Terwijl jij denkt, terwijl een vrouw in deze bepaalde situatie dan denkt van, oh, hij is stil, hij praat er niet over. Dus hij vindt het niet belangrijk. Onze hele wereld sodemiet het in elkaar en hij zit er maar een beetje stil bij en het boeit hem allemaal niks. Maar dat hij er niet over praat, betekent niet dat het hem niks boeit. Omgekeerd zie je heel vaak dat vrouwen, juist als ze ergens mee zitten, door erover te praten, het verwerken. En voor mannen is dat niet zo. Mannen die keren zich vaak in zichzelf en die praten er juist niet over. Nou, dit is 1 voorbeeld. Er zijn echt honderden van dit soort voorbeelden die eigenlijk zwart-wit bij alle mannen en vrouwen ongeveer hetzelfde zijn met wat uitzonderingen links en rechts. Maar het is altijd heel gevaarlijk om voor iemand anders dingen in te gaan vullen. Tweede tip is als je vraagt naar zijn gevoelens, het kan zijn dat in sommige situaties dat het voor jou belangrijk is om te weten hoe hij zich ergens over voelt. Als je ernaar vraagt, wees dan specifiek in je vraag. Nou, wat ik daarmee bedoel, is dat je eigenlijk een soort van gok maakt voor hem. En bijvoorbeeld tegen hem zegt, hey, ben je misschien boos? Nou, waarom doe je dat? Omdat als je hem niet specifiek vraagt, hoe voel je je hierover? Dan krijg je zo'n reactie als, ja, ik niet. Van, hoe voel je je hierover is voor een man echt zo'n vraag waarvan we denken, oh, hier is een valstrik. Er is hier iets aan de hand. Van, ik moet nu over mijn gevoelens gaan praten. Van, waarom is dit zo? Van, we hebben een probleem en dan kunnen we wel praten over de oplossing. Maar waar moeten we nou praten over hoe ik me daarbij voel? Maar, en dit is dat is dus heel grappig. Als je dus tegen hem zegt, hey, ben je boos? Dan zegt hij, nee, ik ben niet boos. Ik ben geïrriteerd. Of hij zegt, nee, ik ben niet boos. Ik maak me gewoon zorgen. En dat is eigenlijk de enige manier waarop je er een antwoord op kan krijgen. Door een soort specifieke bewering te maken over hoe hij zich voelt. En dat hij als een soort van automatisme je gaat verbeteren. En dan weet je ongeveer hoe je eraan toe bent. En het derde tip voor het omgaan met de gevoelens van mannen is
vraag jezelf altijd af, is het belangrijk dat ik zijn gevoelens weet? Want ik weet ook wel dat in ieder vrouwentijdschrift en in ieder relatieadviesboekje staat dat je moet praten met elkaar over je gevoelens. Je moet je gevoelens delen, je moet met hem communiceren. En als je van hem houdt, dan wil je weten wat hem bezighoudt. Dan wil je weten hoe hij zich over voelt. En als je daar niet open en eerlijk in kan delen. Het woord delen vind ik zo'n naam woord trouwens. Maar dat mensen zeg maar, gevoelens moeten delen. En dat je daardoor dan dichter bij elkaar komt. Dat je relatie hechter wordt. Nou, in werkelijkheid, 9 van de 10 mannen. Die irriteert zich er alleen maar aan en die wordt er alleen maar afstandelijker door als je hem constant gaat vragen hoe hij zich voelt. Van misschien wil hij er wel helemaal niet over praten. Dus vraag je altijd af, is het voor mij echt belangrijk dat ik weet hoe hij zich hierover voelt? Meer dan gewoon nieuwsgierigheid. Maar je nieuwsgierigheid kan je best wel overheen zetten. In sommige gevallen, ik kan me heel wat situaties indenken waarbij het echt belangrijk is dat je weet hoe hij zich ergens over voelt. Nou, gebruik dan de techniek die ik je gegeven heb bij tip 2. Maar stel jezelf voor dat je dat doet, altijd even de vraag, is het eigenlijk erg voor mij dat ik even niet weet hoe hij zich voelt? Oh, hij is 2 dagen eventjes wat stilletjes en na die 2 dagen is hij weer terug en is er eigenlijk helemaal niks aan de hand. Dus maak jezelf absoluut niet gek als je even niet begrijpt hoe hij zich voelt. Want als je er wel naar gaat vragen, dan voelt hij zich juist onder druk gezet, heeft hij het gevoel dat hij iets moet doen waar hij geen zin in heeft. En dat is gewoon ontzettend zonde. Nou, dit zijn mijn 3 belangrijkste tips voor het omgaan met de gevoelens van mannen. Als je hier meer over wil weten of je vindt het onderwerp interessant, klik dan even op de link, die staat hieronder in de omschrijving van de video. Want ik heb namelijk een artikel gemaakt met in totaal 7 tips om op een handige manier om te gaan met de gevoelens van mannen. Juist zonder dat het wrijving oplevert en terwijl jullie toch op die manier dichter bij elkaar kunnen komen. Dus wil je hier meer over weten? Klik op de link in de omschrijving en dan zie ik je in de volgende video. Doei!